Wij hebben bij elkaar nog nooit meer dan 40 minuten gerend en wij gaan nu de 24 uur marathon van Sittard lopen. Oh! Ik heb op deze schoen heb ik samen met mijn gymmaatje al meerdere malen hardgelopen, bijvoorbeeld in een triathlon video. Glenn zit trouwens op, is er vandaag niet bij. Maar goed, geen zorgen, ik heb binnenkort de meeste stem in de urn, dan is hij gewoon weg. Dan komt hij snel weer terug, hoor. Ja, even voor de duidelijkheid, dit is dus wel een officiële wedstrijd. Maar populair onder de massa is het nog niet. Vorig jaar deden er maar liefst 32 mensen mee, vanuit heel Europa. Het is dus wel echt een uitdaging voor gekkies. Maar dit jaar staan er bijna 80 mensen aan de start. Waaronder wij. We hebben ons met z'n vijven ingeschreven voor de 24 uur marathon van Sittard. Dus dat betekent dat wij als enige team tussen alle individuele mensen deze marathon gaan lopen. Dus 24 uur lang rondjes rennen van ongeveer 2 kilometer. Ja, dat een geweldige video wordt. We gaan dus ook overnachten in dat geweldige dingetje. Mensen, kom, we hebben een vette campertour. Geweldig. We hebben dus een camper. Nou, dat was het, ja. Die camper in Hongarije was echt een mooie camper. En dit is echt een camper van AliExpress. Maar wat is met ons budget gebeurd? Ja, ik heb echt geen flauw idee, maar het is allemaal opgegaan aan de special guest. Ja, want we hadden ons met z'n vijven ingeschreven. En een special guest, hij is wereldberoemd. Winnaar van het programma wat wij niet mogen noemen, omdat misschien een van ons vijf hier nu niet bij is en aan meedoet. Overgevlogen uit Spanje, kan hardlopen als de beste. Het is niet JJ Boske, het is ook niet Jereni Martina. Hij komt hier! Kan hij toch? Ja, dit is leuk voor de OG-kijkers. Carlos heeft ooit meegedaan in een bankzitters video. Ja, ja, zeker. Als de zon schijnt. Gefeliciteerd, André! Met Robbie, maar Robbie, ik heb Robbie tips gegeven, hè, op het eiland. Dus. Krijg je per keer 25k? Elke keer 25k. Is zo'n video dan één keer of is het elke zin? Nee, elke zin. Expeditie Robinson doet hij aan mee. Nee. Hoi, ik ben Frank. Carlos. Ja. Het moet vandaag van jou komen. Niet alleen qua afstand, niet alleen qua tijd, maar ook qua adviezen en tips. Kan jij ons even hier meenemen? Nou ja, ik denk dat we sowieso even op het begin moeten we die rondetijd neerzetten. Dus even gewoon één keertje knallen. Gewoon kijken wat het tempo is. Toch? Wie knallen? Ja, maar hoe kut dat vindt dit? Heb je ook nog speciale schoenen gekocht of wanneer doe je die aan? Relax, don't lie, mensen. Relax, don't lie. Ja, ik denk dat het is 24 uur lang. Als wij 2 kilometer als beesten gaan en elke keer dan ploffen we, dan vallen we dood neer. Ja. Laten we zeggen, je moet ietsjes minder hard dan dat je, zeg maar, op je uiterste. Ja. Daar de helft van, dan zit je goed. Dan ga je langzaam, maar anders hou je het niet vol. Want die gozer, ik heb mij laten vertellen, de nummer 1 individueel. 200, hoeveel? 257 kilometer. Jezus, man. Maar daar gaan we wel voor, toch? Ik heb ook goed nieuws. Als je kijkt naar de uitslag van vorig jaar. Degene die laatste werd vorig jaar, Frank van der Gulik. Die deed maar 18 kilometer. 18 kilometer? Ja, dit is die tracker, dus dat hij best een hond heeft meegenomen of zo. Hebben wij maar 1 tracker? Ja, dus we moeten wisselen. Maar dan kan je dus best voor de finish dat ding naar voren hier. En dan vangen en dan door. Zo. Als we nou aan het begin om ze allemaal 1 rondje rennen, dan komt iedereen een beetje lekker in. En wat is ons doel? 200 kilometer minimaal en het liefst winnen. We moeten gewoon winnen. Als wij met z'n vijven niet kunnen winnen van 1 persoon, is echt triest, hè? 250 kilometer is hoeveel rondjes? Veel. Dat is kansloos. Ik wil graag dit moment ook even aanpakken. Dit zou zomaar Milo's laatste video kunnen zijn. Ik heb een hele ontstoken naam. Mensen, ik ga door! Abonneer naar mijn bankjes, dan kan ik je nog meemaken. Ik heb een goed geneesmiddel voor je. Deze 24 uur van Sittard verandert voor ons in een soort van sponsorloop. Want wij hebben een sponsor weten te fixen voor deze video. De vrienden van de Air Up zijn zo lief geweest. En voor elk rondje krijgen we meer betaald. De Air Up stalen fles is ideaal voor deze omstandigheden. Want als je er koud water in doet, blijft het extra lang koud. Want het is staal. Daarnaast is Team Air Up onze persoonlijke slaaf. Maar zo mogen we het niet noemen, maar het is wel zo. Ze maken er ook een video over. Die staat online op het YouTube kanaal van Air Up. En ik heb nog beter nieuws. We hebben dit keer geen 10%, maar 15% korting. Maar die kortingscode is alleen te zien in de video van AirUp.nl op hun YouTube kanaal, die behind the scenes aanwezig waren bij deze marathon. Dus vergeet die niet te checken. Jongens, voor die 200 kilometer, voordat we dat doen, ik heb goed nieuws. Ja? Okay. 2 toppers van vorig jaar doen niet mee. Ja! Ik heb een jelletje. Yo, yo, yo. Als je een energie dip hebt, neem dan een lekker gel. Pieter Post. Jij begint toch? Ja. Liever te langzaam dan te snel in de eerste ronde. Zo. Ah, je bent er klaar voor, hè? Ja, jongen. Kom op. We gaan het doen. Wat gaat er aan voor jullie? Kom aan, hè. Kom op, voetje. Hij loopt al als een dikke downie, hoor. Het is bijna 4 uur. Dan begint het. En dan zijn we morgen om 4 uur pas klaar. We moeten met z'n vijven toch wel kunnen winnen. Liever te langzaam dan te snel in de eerste ronde. Dan ga je langzaam, maar anders hou je het niet vol. Kijk hoe snel die gouden gaat, Koen uit als die vol. Als dit al zijn volle sprint is, die gozer zit hem op de hielen. Dit is zo dom, toch? Dit is wel heel dom. Ik zie hem al afremmen.
Dit is echt zo dom. Je moet een fucking de midden toch? Dit is de lange termijn. Hè. Die gaan gewoon 24 uur lang dit. Maar even nu al. Gaat hij het rondje winnen van die gozer? Kansloos. Hij ging echt hard en er werd toen al ingehaald. Hij komt hier al. Hij komt hier. Nee, joh. Hij stopt. Hij stopt. Hou het ingehaald. Kom maar, hou het ingehaald. Hoe kan je nou nu al moe zijn? Hij is nu al verrot. Drinken. Hij wil drinken. Hij wil drinken. Daar komen de zombies. De zombies komen eraan. Hoe kan je nou nu al dood zijn? Ja, dit is niet goed. Maar die kerel die Koen inhaalt, is echt een beest. Ja, dat is gevaarlijk. Dat wordt een grote uitdaging. De tactiek is mislukt. Ik word door iedereen ingehaald. Ik kan niet meer. Ja, helaas. De tactiek van Koen om in ieder geval na ronde 1 op kop te liggen is niet gelukt. De koploper komt namelijk aan de andere kant van de baan al over de finish. Maar die Polen zijn gek. Die is gek, man. Wat een tempo, zeg. Waar gaat Koen? Koen, die staat stil daar. Koen staat stil. Hij loopt. Wordt ingehaald door opa's en oma's. Bij de laatste 1-8 ligt hij. Ik denk dat Koen misschien wel laatst is. Koen heeft 20 meter rent. Water. Kijk wat hij zegt achter op zijn shirt. Never give up. En zo denken wij ook. Zo denken wij ook. Never give up. Maar even nu, dit is gewoon allemaal, dit hebben we allemaal ingemaakt op één rondje. Als dit een normale eerste ronde zou zijn, dan zou het heel keurig zijn. En daarmee zet Koen de eerste ronde op het bord met een tijd die helemaal niet zo slecht is hoor. Een keurige 10.54. Ik zeg eerlijk, bij de start was ik snel. Ik moet even gaan zitten hoor, ik ga met mijn stokje man. Gozer, ik ben echt helemaal gesloten. Toen jullie naar mij zwaaiden, daar aan de overkant, toen dacht ik echt, ik kan nu kotsen. Toen had je 600 meter gelopen. Het is nu 4 uur 's middags, voor 10 uur 's avonds kan ik niet meer rennen. Die winkel is al 3 kwartier open, kan je me siffen van die dingen halen? Hier, daar komt de nummer 1 alweer. Hij had al bijna een rondje in hè. Hier, daar loopt de laatste al. Ik dacht echt dat ik fit was. Cardio is wat anders dan kracht, dat zeggen wij toch altijd, maatje! Raoul zet ook zijn eerste ronde neer en die is in ieder geval sneller dan Koen. En dan moeten de gymmaatjes nog beginnen. Come on! Hij gaat veel te hard, je ziet het gelijk al. Je moet je energie sparen en verdelen over de hele... Geen één positie ben ik verloren. Nee? Ik ben geen één keer ingehaald. Geen één positie verloren. Want voorbij gewandeld worden door een opa, dat telt niet. Weet niet, maar ik ben geen één keer ingehaald. Mensen, dat was duidelijk zijn. Ik ben dus een paar weken geleden om mijn enkel gegaan. It was at this. En sindsdien loop ik niet lekker nog. De eerste smoes is al gemaakt. Maar ik ga nu gewoon mensen inhalen. Ik weet niet of dat slim is. Dit is een setup, je kan hem kopiëren. Ik zal even de specs allemaal in de beschrijving zetten. Je kan hem kopiëren. Gozer, je moet nu je zit alweer fly te eten. Oeh, lekker! Kom maar, guys. En die pakken hem dus. Weet je wat hun Achilles heel is? Die moet je doorsnijden. Hier zijn je bankzitters. Kom. Ja, goed. Kom maar, gaan we schrijven voor je team, kom op. De nummer 1 komt nu alweer binnen. Hij gaat dan toch op dit moment op die 3-minuten-wedstrijd. Hey! Je hebt meerdere wedstrijden. Je hebt 3 uur, 12 uur. Die Polen 3 uur wedstrijd. Ja, yeah. Oh mijn god. Ja. Die Polen heeft gewoon een 3 uur wedstrijd. Ja. Zitten we ons dus te zorgen te maken om niks. Uiteindelijk blijkt dus niet de Pol de koploper te zijn in onze wedstrijd. Maar deze man, de 31-jarige James Bennett. Helemaal overgevlogen uit Engeland. En inderdaad, de never give up man. Die we eerder al even aan hebben gehaald. Mensen, jezelf een beetje uitdagen. Dat is waar mijn leven om draait. Echt, die massa traagheid van jouw stappen is echt niet te bevatten. Rol je, het gaat alles op slow man. 120 frames. Hou me niet in mijn focus man, kom op. Ik krijg nou een mooie poten moet ik zeggen. Finish. Ik had niet verwacht dat ik na 1 rondje al zo verrot was. Dat geeft me geen hoop. Ik ben gewoon echt helemaal verrot al gewoon. Oh, wat ben ik mezelf pijn, hoe lekker en lelijk voor. Kom maar nou. En nu moeten we echt even bouwen. Carlos, Johan, Kalito. Ja, hij kan het. Hij zit erop. Milo, even Milo. Serieus. Die opa met dat oranje shirt. Die stopte met de EBO en nog liggen in halve ronde. Mijn benen zijn helemaal verrot. Nee. Ik kan niet meer staan ook. Die kousen zijn kut. Ik heb echt kramp in mijn poten, man. Ja, ik kan even geen rondje meer lopen. Ik stop voor vandaag. Koen, ja. Jouw eerste ronde was 10.54. Niet slecht. Jouw ronde, Milo? Ja. Eerste ronde was 11.26. En hij sprint aan het begin. Je bent echt een natte bowlingbal. Ja, niet normaal. Even afvegen. Ik denk dat John Lennon.
Imagine all. Waarom eten sommige mensen uit hun neus? En daarmee hebben de ongetrainde bankzitters nu allemaal één rondje neergezet en zijn we nog geen uurtje onderweg. En toch krijg je het gevoel dat we er al slechter aan toe zijn dan wenselijk op dit gedeelte van de wedstrijd. Gelukkig is Carlos echt een beest en ondertussen 6 weken aan het trainen voor de marathon van Rotterdam. En hij zou ons er nog wel eens doorheen kunnen gaan slepen de resterende 23 uur. Zijn stats zijn namelijk een stuk beter dan die van ons. Hey! Hey! Stabiel, stabiel! Stabiel, wat een tempo, wat een beast! Hey! Pitstop! Shit, hoe werkt dit? Jeze man, kom op! Het is gewoon een glitterbandje! Kom op, maat! Wat mentaal fucking zwaar is dat je loopt de hele tijd, zeg maar, hier en dan zie je weer, oh ja, ik ben hier en dan... Hoe ver het eigenlijk nog is. Maar lekker, man! Ik heb mijn team in de steek gelaten. Nee, jongen, hey, we doen het samen! Ik heb 5 kostbare seconden laten liggen. Als laatste, oké, maar je hebt hem maar. Maar? Ik stel voor dat we nu gewoon elke keer wisselen om energie te besparen. En dan gaan we kijken of we een beetje kunnen aan blijven haken bij die gekke oude vent met een kale hoofd. Dat is niet Milo. Carlos, ik heb echt al hele zware benen. Ik denk dat ik nog 1 of 2 rondjes kan, dan ben ik helemaal kapot. Hou het nou eens positief, joh. Kom op, je kan alles betaald! Fucking opgevers! Ja, over gesproken. Oh, dat is onze nummer 1. Ja, dat is onze vijand. Never give air up. Heel veel hardlopers zijn kaal, zie ik vandaag. Ha, goed. Wat is hier gaande? Rondje 2 klaar. Wat is dit? Wat heb je aan bij je ofzo? Ik dacht, ik heb nu echt een goede tijd. Hoe blijf je? 11 minuut 30. 11 minuut 31. Dat is slower dan Milo. Ik heb hier zoveel pijn. Nou, ik weet niet wat het is. Ik heb nog maar 6 maanden te leven. Koen, ik heb wel goed nieuws. Het eerste uur zit erop. Waarom ben ik ook begonnen? Werken voor je geld. Ik kan niet eens meer praten. Ik ben helemaal van de kaart, jongen. Gelukkig voor Koen is hij niet de enige gekkie die meedoet aan deze wedstrijd. Hij loopt op sandalen. En zo zijn we echt los in deze wedstrijd. En is het voor iedereen zaken een beetje zijn eigen tempo en rituelen te vinden om dit zo goed mogelijk uit te houden. Zo rent Carlos voor nu graag 2 rondjes achter elkaar. En Koen? Koen die wilde net muziek op hebben, alleen zijn oortjes waren leeg. Dit is de afspeellijst die hij wilde afspelen. Workout music, 2023 gym music. Dat betekent dat je dus in je vrije tijd hiermee bezig bent en nog steeds zo slecht. Even mensen, de wedstrijd is zich aan het settelen. En door 2 goede stints van Carlos zitten we nog steeds in dezelfde ronde als de leider van de 24 uur van Le Mans. En nu hebben we trek gekregen. Ja, ik heb lekkere trek. Ik heb al 47 broodjes salm op. En het is tijd voor avondeten. Nu gaan we eten om bij te tanken! Wat wil je eten? Nee. Dit zijn vette. XXL. Nou ja, we weten allemaal wie die is en die zit er nu niet bij. Geef maar even die frikandel, ik zal hem ook even hapje af. Nee, die niet. Jezus. Maar voordat we de hele XXL frikandel van Milo hebben opgegeten, komt er nog even een belangrijke update over de wedstrijd. Want tijdens het wachten op onze prep meal is er toch wel wat belangrijks gebeurd. Hey boys, die nummer 1 die is nergens meer. Hij is echt weg. Hij zat echt super dicht bij ons om ons te lappen. En dat was elke keer echt strijden of we dat wilden voorkomen. Misschien heeft hij zijn enkel verzwikt. Ja, ik hoop het. Hij liep op een gegeven moment ook wel zo. Misschien dat hij nu alleen nog maar rondjes. Ja, op het laatst zat hij echt de tanden knarsen, jongen. Wat ze zeggen net, hè? Never give up. Hij gift up. Lekker. Daarover straks meer. Eerst even bijtanken. Hoppakeetje, vriendje. Scheid! We liggen ver op schema, toch? Ik denk dat we in de top 2 zitten nu. En dan staat er op zijn rug, never give up, maar hij gift up. Lafhart! Had je mooie tijd? Ik heb geen idee. 10 minuten. 2! Zo! Je bent echt een paling die net uit een blikje is getrokken. Je bent helemaal vies en plakkerig. Ja, maar dan eet ik mijn frikandel ikzelf lekkerst. Laat eens gaan proeven! Ajo! Wat is hier gebeurd? Is dat in Limburg een XXL frikandel? Ik ga niet even bellen, ik loop voor hem eten, man. Ik had een frikandel XXL besteld. Ik maak hem open en er is echt gewoon, ik denk wel 3/4 vanaf. Ja, misschien afgebroken. Het lijkt meer op een soort hap of zo. Nee, is niet nodig. We hebben genoeg. Komt goed. Maar meer dat je het even weet, misschien voor de volgende. Oké, thanks. Werk ze nog. Ciao. Wil je een nieuwe? Nou, hij zei ik breng een nieuwe, maar ja. Zou ik lullig zijn, als hij bij hem helemaal opgegeten. Nee, joh. Heb je echt de moeite genomen die vent te bellen? Je hebt nu een kutdag. Jullie, dit is de laatste keer, de laatste basisgroep. Help, die ligt eruit. Eruit! Ik zie voor mij opdoemen, die kerel. Never give up, zie jij. Onze grote concurrent. Ja. In een soort helder moment geef ik gas. En erlangs, hè? Nee. Ik kan dit bevestigen. Ja? We staan voor hem. Ik heb echter ook slecht nieuws. En het slechte nieuws is dat we nog steeds niet aan kop liggen. We zijn met het uitvallen van de Never Give Up guy opgeschoven naar de 2e positie in deze marathon. Met op dit moment aan kop de man die je nu in beeld ziet. Mariusz Zakarauskas, een 36-jarige Litouwer. Maar niet voor lang, want we hebben een jagende Milo in ons team zitten die maar boven zichzelf uit blijft stijgen. Milo, wat voor tijd wilde je? Onder de 10. Onder de 10? Denk je dat je het gehaald hebt? Hij voelde wel lekker. Ja, ik ben wel sneller. Zeker sneller. De tijd van 10 rond. Ja! En niet alleen de PR-rondetijd van Milo is geweldig nieuws. Onze Litouwse vriend begint het zichtbaar zwaar te krijgen.
We liggen op dit moment eerste. Oké! Okay. Gekke Litouwer heeft een pauze genomen. Jel, er waren veel happen uit mijn XXL frikandel. Hey. Het is een heel leuk Sinterklaas gericht. Kijk, voorsprong komen, dat is misschien het moeilijkste. Nu is het consolideren, dat is misschien nog moeilijker. Gelukkig hoeven we nog maar 19 uur. Ik ga elke ronde sneller en dat gaat niet meer stoppen. Oké, aan. Spoiler alert, dit bleek Milo's snelste ronde van de hele 24 uur. Maar deze 10-0-0 gaat niemand meer van je afpakken, jongen. Ik ken trouwens nog iemand die zijn PR waarschijnlijk niet meer gaat verbreken. En wat is dit? De hele aanhechting in flikkel eraf. Ja, aanhechting in flikkel eraf. Ik ga lopen, gast. Hardlopen, kom. Nee. Het is 10 uur. Ik moet zeggen, ik kan ook helemaal niet meer. Gaat het nog? Wat is er met jouw hand? Heb je mond op mond nodig? Maar je ziet er wel normaal nog uit. Mijn benen vallen er gewoon vanaf. Ik zweer het je. Het doet gewoon zoveel pijn. Ja, dat doet je niet. Ik heb echt zoveel pijn, het is echt niet normaal. Mensen, dat is dus onze concurrent. Hij loopt daar. Hij loopt nu nog maar een klein stukje achter. Die gozer kunnen het ook gewoon tackelen. Als ik dus op een langzaam tempo rende, dan deed echt fucking veel pijn. Als ik even aanzette, ging het wel. Ja, ik weet nu wel waarom we zo snel gepakt werden door Giel bij jachtseizoen. Die twee kunnen echt niet rennen. Ja, maar dit hoef je ook niet te doen. En met de huidige status van Koen leek het ons leuk om zijn volgende ronde even goed te documenteren. Dus bij deze, een rondje mee met Koen en zijn aanhechtingen. Mijn doel deze ronde is om te rennen. Ja, dat is het eigenlijk wel. Kan ik niet even zo naast je komen zitten? Nee. Oké. Okay. Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off. But you're still looking at your dream. Ik hou het niet meer. Ik moet zo nog zeiken. En nu kijkt iedereen, dan kan ik het niet meer. Op jongen, de nummer 1 komt achteraan. Ik kom weer door. Dankjewel. Aan de middle support zal die licht. Ik heb pijn in mijn poten, ik heb pijn in mijn buik, pijn in mijn lever, mijn voeten, mijn nek. Mijn neus is koud en mijn oren zijn koud. Ik heb last van die enorme grote aanbij. Ben je snel, jongen. Dankjewel. Hoe lang ren je al? Vanaf 4 uur. Ik ook, maar dan iets anders. Ik wens je veel succes. Dankjewel. Oké, we gaan wat tempo achterzetten. Mensen, we zitten in een discussie. Ja. Die persoon die nu dus eerst staat, die Fransoos. Wij staan één rondje voor als team op die nummer 1 individu. Ja, dat is toch waar het om draait? Die vent heeft dus al 75 kilometer gerend. Gaat die gozer slapen? Ja, we hebben een discussie toch? Van. Gaat zo'n gast slapen? Want wij gaan nu qua tempo heel erg inkakken. Als hij dat niet doet, dan verliezen we. Succes, man. Hey, maatjes! Ben je een kont geneukt onderweg of zo? Ben je wel eens in je reet geneukt? Ik moet niet meteen kijken, want die mag niet sneller dan jij. Kijk, normaal heb ik echt... Dit hoef je niet te filmen. Maar normaal heb ik best wel echt zo'n gewoon grote pik. Maar ik ging nu plassen. Nou, er was helemaal niks meer van over. Helemaal een doppie. Dat is een soort eikeltje. Suiker! Doe maar, wil je? Ik heb zoveel mentale energie, maar zo weinig in mijn reetje. Nee, nou gewoon. Dit is een royalistic... Sorry, ik liep even gaan. Ik geloof niet dat je 24 uur lang een prestatie kan leveren zoals die gozer. Hij moet slapen. Ben je jaloers of zo? Beetje lichtelijk jaloers. Je zit sowieso de pep. Maar stel hij slaapt 2 uurtjes, daarin lopen we altijd uit. Ja. Daarna hebben wij een moeilijke fase. Gaat hij dat kunnen compenseren? Ja, je merkt het hier wel. We maken ons een beetje zorgen over onze nieuwe hoofdconcurrent, de Franse Steve Galt. 30 jaar, ziet er fit uit en heeft een blits petje. En als hij zo gek is om niet te gaan slapen, zou hij het ons wel eens heel lastig kunnen gaan maken. Maar letterlijk 10 minuten na dit gesprek besluit hij te stoppen en een pauze te nemen van 14,5 uur. Om daarna toch de 24 uur wel weer vol te maken. Hij is dus vanaf nu geen gevaar meer. Maar wie dan wel? We hebben een nieuwe hoofdconcurrent. De zekere Belg, Werner. Die Werner loopt dus rondetijden. Niet onder de 10.30 en niet boven de 11.30. Ik heb hem dus één keer voorbij zien komen. Nummer 170. Grijs shirtje en kale bas van heb ik met jou daar. Ja, daar komt hij aangewandeld. Hij snapt het niet. Hij wandelt echt. Hij snapt het idee niet. Ah, mooie tijd. Hoeveel had je? 18.56. Oh, jezus, man. 18.56, kerel. En met iets wat instortende rondetijden en het vallen van de nacht was het tijd om een plan te maken om zo goed mogelijk die nacht door te komen. En zo kwamen we op het volgende idee. Carlos wil straks 2 uur of iets korter dan 2 uur lopen. Hij wil 10 rondjes doen. Dus hij gaat 100 minuten achter elkaar. Dus 1:40 gaat hij lopen om een beetje aan zijn training te komen. En wij kunnen dan eens uitrusten. En wij hebben besloten om elkaar rust te gunnen. Dat wij daarna elke keer 1 uur gaan rennen. Gewoon om af te wisselen, zodat we een beetje ruimte hebben om te pitten. Dat gaan niet de snelste uurtjes voor de dag worden. 1 uur rennen kunnen we allemaal niet. Nee, dus het wordt gewoon echt artisjokken. Maar we gaan echt niet verliezen van een Belg, man. Serieus. Dan
2 uur rond een uurtje op 2, want het is nu 12 uur. Jezus, ik kan maar 2 uur terug. 2 uur slapen. Ik kan dus 5 uur slapen. Zo. Altijd is kort jukje ziek, midden in de week, maar zondags niet. Ik ken hem dus ook troosteloos ook. Kijk mensen, ik neem jullie mee. Ik moet naar Mat weer. Wij rennen onszelf hier de long uit het lijf. Als we dan even onze behoeften moeten doen, zo vlak voordat ik moet wisselen met Mat, moet dat hierin. Nou, we gaan het dus zien. Ik moet wel even schijten. Gadverdamme. Wat een ongelofelijke grote hom, dikke stront ligt daar. Hier ga ik even een bruine trui breien, even een kleine bruine onderzeeër op missie sturen. Even bruin chemisch afval in de bak doen. En daarna vliegen we weer heerlijk licht over de baan. Zo gaat dat dus. En toen was het 12:30. We zijn nu 8,5 uur aan het rennen en Carlos gaat beginnen aan zijn lange stint. Inmiddels is het ook steeds rustiger op de baan en krijgen we steeds meer spijt van dit idee. Vooral toen we hoorden dat onze grote concurrent niet gaat slapen. Die loopt gewoon de hele 24 uur door en dus gaan we daar wel een hele klui van hebben. Maar voorlopig even niet, want Carlos zet 9 hele snelle rondes neer en daarmee pakken we voor nu een hele dikke voorsprong. Dames en heren, ik ben zojuist wakker gemaakt door deze grote vriend. Ik heb geluk, wat is die? Over 2. Dus ik ga maar 50 minuten en zeg gewoon dat ik een uur heb gedaan. Wat een verschrikking. Echt, ik sliep echt net een half uurtje of zo. Terwijl ik uit mijn bed gelicht door Carlos. Maar ja, die heeft net 10 rondjes gelopen. En ik moet er nu maar 2, dus dat is fijn. Koen neemt het rondjes lopen wel heel letterlijk. Hij gaat serieus wandelen. Hij gaat wandelen. Ik kan gewoon niet meer rennen en lopen. Elke stap doet pijn. Het is echt... Ik heb een soort van wel zin om te rennen, maar het gaat gewoon niet meer. Het is echt alsof mijn poten eraf vallen. Ik ga nog even een lekker stukje wandelen. Lekker nummer trouwens. Ik heb een bochel en een bodycount van 2, maar die bitches volgen mij nu als een fucking track and trace. Carlos heeft net gerend, hij had geen GoPro mee. Maar die kwam toevallig wel een nummer 1 tegen van vorig jaar. En die zei dat de nummer 1 eigenlijk niet slaapt. Dus die rent gewoon oprecht 24 uur in redelijk hetzelfde tempo. En we staan nu 4 kilometer voor, dat is 2 rondjes. Maar ja, ik word hier al 2 keer denk ik een rondje ingehaald. Dus dan staan we gelijk. Volgens mij daar in de verte zie je de nummer 2 rennen. Wat goed nieuws betekent, hij heeft me slechts 1 keer ingehaald. Hij loopt nu nog echt een dik rondje achter. Kijk ze daar. Hij is de koning der koningen. De heer der heren. Hij is de reden dat we kerstmis vieren. Hartstikke idee. Succes. Dank u. Maar voordat Roel de stint van Koen overneemt, was daar nog Team Arup aanwezig om ons even uit de brand te helpen door 1 rondje mee te rennen. Ook te zien in hun video en helemaal geen onaardige tussentijd met een 8 minuut 57. Maar we houden het bij 1 rondje, want het moet niet op vals spelen gaan lijken. Oké, daar gaan we. Ik heb goed geslapen, ik ben fantastisch uitgerust. Ik pak deze. Hou je goed vast, hier komen de rondetijden van Koen. 4 kilometer in 50 minuten. Gelukkig gaat Roel nog wel lekker hard. 2 kleine mededelingen. Ik poep bijna elke keer in mijn broek als ik een scheetje laat. Matty gaat me zo overnemen. Dat is de nummer 2. Wij lopen nog maar een half rondje voor op hem. Matty moet het dus of volhouden. Maar het gaat heel zwaar voor hem worden. Het is bijna 4 uur 's nachts nu. Ik heb dus gisteren even gedoucht op het einde voor ik ging slapen. Er stond daar een of andere kerel ook te douchen. Die was helemaal teleurgesteld. Had ook meegedaan aan 24 uur, maar die was dus echt al na 8 uur afgehaakt. Ik heb mezelf echt teleurgesteld. Ik heb al hier maanden voor getraind. Ik heb al zo vaak 100 kilometer marathons gedaan. Nu, ik weet niet wat er was. Ik moest veel plassen en mijn benen werkten niet mee. Dat boeit mij op zich natuurlijk helemaal niks. Toen legde ik ons idee uit. Zei hij van, maar dan ga je dus nu liggen, slapen en morgen weer verder. Ik zei, ja. Maar dan zijn je benen toch helemaal kapot? Ik zei, is dat als je opstaat dan weer heel slecht? Ja, dan kan je echt niet meer lopen. Dat was echt een soort expert, hè? Die zei dat. Hey mensen. Hallo. Nee, ik had echt de hoop van, ik kan misschien wel weer rennen. Nou, ik stap het bed uit. Nou, echt mijn benen zijn spaghetti, man. Godverdomme, ik heb echt dikke diarree. Dat kan toch niet? Dit was ik niet. Ik zit met jou in bed, jongen mafkees. Dat was ik niet. Ik ben nu bijna klaar met mijn 4e rondje. Ik ga hem overgeven aan Matt. En daar is hij, onze tegenstander. Yes! Erik, nu is het cruciaal om nu een gat te slaan. Cruciaal dat je echt hard gaat, Matt. Ik ga nu proberen in 1 uur 4 rondjes te lopen. Dat is 15 minuten, dat is niet geweldig. Ik denk dat we die gozer daar wel mee wel matchen en nog wel voor hem kunnen blijven. En dan rekken we het een beetje tot Carlos weer is voor het kleine voorsprongetje. En dan moet die vent toch neervallen, jongen. En dan pakken we hem gewoon. Ja, dit was misschien wel het allerkutste wat ik voor dit kanaal heb moeten doen. Los van die stripper dan. Maar midden in de nacht een uur in de regen gaan lopen is echt niet lekker. Vooral niet omdat ik geen minuut heb geslapen. Die boksen met die keiharde muziek gingen namelijk niet uit. Die bleven de hele nacht blazen. En die camper was ook niet echt geluidsdicht. Oké, Milo. Je bent bijna aan de slag, maar je wilde nog even gaan poepen eerst. Ik ga me even voorbereiden. Even schijten vooral. Maarten, we hitten eerst kaart erin. Echt zo hard erin. Het is inmiddels 4:45. Ik heb nog steeds zijn ogen dicht gedaan. Wat een kut nacht en een kut idee. Goedemorgen mensen. Ik ben me aan het klaarmaken voor mijn uurtje beuken. Ik ga nog even lekker uitgewerkt schijten. Matt is nu bezig aan rond 3 van zijn 4. Als je denkt dat het niet veel erger kan, begint het keihard te regenen. Dat is echt heel kut. Ha! Milo, ik ben een halve kilometer uitgelopen op die nummer 1. Dus ik zou snel maar gaan. Pak hem, jongen. Ik ben in een ander universum nu. Het is 5 uur 's ochtends, wat een besefmoment. We kunnen ook gewoon een eetwedstrijd doen.
Wat ik wel weet is dat we nu 15 uur hebben gehad en nog steeds 1,5 kilometer voorlopen op de nummer 1. Maar dat is echt een beest, jongen. Maar ik denk dat Milo dat gat nog wel een uurtje kan consolideren, hoor. Mensen, ik weet niet wat het is, maar ik heb sinds ik ben opgestaan een tantoe grote verzuring in mijn linkerkuit. Ik kan niet meer rennen, dat is wel een probleem. We liggen nog steeds eerste. Ik hoef alleen maar rekening te houden met die Belg. Oké, weer een rondje erop zitten. Die Belg zit vlak achter me. We zijn wel eerste. Maar op deze manier gaat het niet lang meer duren. Want enkele minuten later is het zover. We verliezen hier toch, na een helse nacht, onze koppositie aan Werner Roels. Maar Milo, die geeft niet zomaar op. Hij raakt af. Even wat drinken. Stinkbel. Mensen, slecht nieuws. Hij rent weer. Ik was nog niet echt van plan wat ook te gaan doen, maar het zou wel moeten. Waarom stopt die Belg niet met rennen? Ga gewoon wandelen. Ik hou het niet meer vol. Spijt me. En na toch een goede 6 uur op kop te hebben gelegen, zijn we die voorsprong hierbij toch echt weer kwijt. Laatste 120.08. Dat betekent dat ik in precies een uur 3 rondes heb gelopen. Pittig zeg. En met deze stint van Milo is de nacht voorbij en gaan we, met een achterstand, verder met tactiek waarbij we om de ronde wisselen van lopen. Alleen Carlos lag de hele tijd te pitten en die was nog niet op de hoogte van de rondetijden van de rest. Goedemorgen! Nee, klaar mee. Wat heb je nou net meegekregen toen je wakker werd? Dat ik godverdomme het snot voor mijn ogen ren vannacht van 12 tot 2 ongeveer. 9 rondjes, 18 kilometer op een pace van allemaal onder de 5 minuten. Ik word wakker. Oh man. Ja, ik heb een half uurtje over gedaan. Of 1 rondje! Ik ben weer aan de beurt, op Milo is er. En we zijn nu tweede. We zijn tweede, maat! Hey, jongens, ik heb wel een probleem, want ik heb zo'n steek in mijn linkerkuit. Nu gaan de jongens van de mannen onderscheiden worden. En dit is dat moment. Ik sta wel op, hoor! Het is gelukkig niet godverdomme koud buiten. We zien je over 10 minuten weer, hè? Tot zo, ja, 10 minuutjes. 10 minuutjes. Yeah. Hij gaat beast modus weer inhalen. Boek! Prima, ik ga even shift, ja. Jongens, gaan de jongens onderscheiden worden. Kom op. Kom er eens uit. Je moet niet nou. Over 10 minuten is iedereen. Je hebt nog helemaal niks gehad. Kom eruit. Eruit! Waren afgesproken. Met z'n allen 6 uur eruit en niet liepen nou. Het was het minste wat je kan doen. Hij moet 10 minuten lopen, dan ben ik er al lang uit. Er komt een ronde, een inhaalrondje van Koen van Ees. De Belg komt net voorbij. Hij is denk ik nu ergens daar achter op de hoek. Die zit hem op de hielen. Carlos maakt echt nog veel goed, hè? Zo gaat dat mensen een geoliede machine. Kom aan, hè. Rennen. Ja, daar gaat-ie. Maar ik wou er wel van, hoor. Verdomme, gewoon in de nacht lopen ploeteren. Wakker worden voorsprong weg. Jalla. Hoe moet het nog voor uur? Ja, nog 9,5. Jij moet korter, want jij gaat op vakantie lekker in het vliegtuig zitten. Ga je business? Nee. Jezus, wat een weer. Roel had er echt veel zin in. Hij zegt, nou, ik ga nog even. En hij zet de eerste stap en het begint zo hard te regenen. In totaal hebben we nu 150 kilometer gelopen. Oh! Hey! Ik ben klaar, denk ik. Houd toch op, man. Is dit het gaatje? Mijn benen doen gewoon niks meer. Van de opa, joh. Ik hoop dat hij hier 1 stap zet en dan gaat het zonnetje scheiden. Laat de zon maar schijnen. Mensen, we zaten echt flink in de mut. 7:15 ochtends. Alleen onze Belg heeft problemen. 500 meter is de voorsprong maar, terwijl het echt al 2 kilometer is geweest. Op een gegeven moment stonden we meer dan 2 kilometer achter. En nu is Carlito aan het beuken. Misschien haalt hij wel weer in. Deze stuit is niet gestreden! Ik heb gas gegeven voor jou, hè? En we hebben nog meer updates. Stel. Ik kan niet meer. Het staat nergens op. Het voordeel is dat we dan wel even iets meer tempo hebben. Op de korte termijn of de lange termijn denk ik dat het echt helemaal klaar is. Het is helemaal klaar, ja. Lopen hebben we het over, hè? Ja, jongen, mijn benen. Ik zie dat ze er nog aan zitten, maar ik voel ze niet meer. En daarmee zijn we Koen officieel kwijt. En moeten we de komende 8 uur met z'n vieren verder. Maar zoals gezegd, op de korte termijn is dat alleen maar voordelig. Aangezien de rondetijden van Koen niet meer zo snel waren. En hier meteen perfect in beeld hoe klein de achterstand nog maar is met Werner. Die over de finish komt hier. En Carlos, die op de achtergrond ook al in beeld is. Roei jong beest, we gaan het pakken! Er is maar 1 manier waarop ik dit kan winnen. Factureren, dan gaan we zeker verliezen. Daar is de nummer 1. Ja, daar is Carlos. Die heeft geen tempo, die poept in zijn broek, man. Lekker Carlito, hey! De achterstand is zo klein geworden. En nu is het aan de overgebleven 3 bankzitters om dit gat te consolideren. Met als eerste Raoul, die echt alles geeft om bij te blijven. Toen was het mijn beurt. Dit moest mijn moment worden. Ik wil degene zijn die de bankzitters weer aan de leiding van deze marathon brengt. En in een uiterste krachtsinspanning. Mat. Hallo, wat voor? Staan we hier eerst? Kom aan! Hey, erop en erover, hè? Lekker, man! Eerst, jongen, kom op! Erop en erover. En we voegen daad bij het woord, want 1 volledige cyclus later is onze voorsprong een stuk groter. Nee, Matt, je bent terug. Je hebt zojuist 11:43 gelopen, uitstekend. En hij liep 14:48. Ja, dus op dit moment staan we hoeveel voor hem? Ja, ver. Want Milo is. Kijk, Milo is om bijna om het hoekje en hij is net het hoekje, joh. Milo kan hem leppen, maar hij zat net heel droevig naast me. Ga ik niet doen, zegt hij. Ga ik niet doen. Ongeveer moeten we nog
toch allemaal 7 keer. Ik ga sowieso 7 keer onder de 10. Als hij dan 7 keer 14 doet, hebben we sowieso al 10 keer 40 minuten. Maar deze berekening gaat natuurlijk alleen op in het geval dat we wel met z'n vieren blijven lopen. Maar Milo is er niet best aan toe. De singles hebben er gisteren weer alles aan gedaan om deze eerste ochtend met een helse kater wakker te worden. Ja, mensen, dit is geen grap. Milo is in slaap gevallen. Het is ongelooflijk, maar hij is gewoon in slaap gevallen. Het is echt een man down. Dit gaat helemaal niet goed. Iemand die nog wel vol energie zit is Koen. En die probeert dat op ons over te brengen. Kom op, broer, je kan het! Ik heb echt het gevoel dat dit echt fantastisch werkt. Roel, je staat er prachtig op. Je staat er prachtig op. Dit is Studio Voetbal. Je staat er prachtig op. Kutjes. Kijk, het is nu leuk, want ik heb dus net kutjes opgenomen. Dus als ik dan nu iedere keer op Poet Sound Play klik, dan zegt hij kutjes. Kutjes, 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 kutjes. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Kom op, Roel. Probeer te blijven joggen. Blijf in het ritme. Ja, lekker. Kom op, FC Roelie. Jezus, ik sta echt een meter achter je. Binnenkant, binnenkant en de leiding. En het WK zijn kant op. Ja, nogmaals, ik ben niet per se buiten adem of zo. Dat merk je denk ik ook wel aan de manier waarop ik praat. Maar dat is het niet meer. Het is gewoon echt, je lichaam is op. Kijk, dat rondje, dat heb je nu al gehad. En conditioneel kan dat prima. Want het kost zoveel kracht in die delen die pijn doen. Woep, woep, that's the sound of the police. De laatste bocht is een feit, FC Roelie. Je bent er bijna. Bent er bijna. Roelie gaat heerlijk bezig. Een prachtige tijd. Ja, applausje mag inderdaad. Ja. Met een prachtige tijd van 13:51. En dat terwijl hij al 18 uur aan het rennen is. Het is toch ongelooflijk. Oh, deze moet van diep komen. Ik moest net aan de diarree. Echt, dat was een cluster granaat in die pot, jongen. Echt alle kanten op. Wij houden van Mattie. Mattie is onze vriend. Milo deed het laatste rondje 15 minuten open, nu lag hij te pitten. Mattie is onze vriend. Ik denk niet dat ik hier sneller van ga lopen. Dat heeft hij wel verdiend. Hij heeft mooie voeten. En ze doet fucking veel pijn. Die verkoopt hij binnenkort op OnlyFans. Mattie, ik heb goed nieuws. Als je onder de 13 minuten loopt, liggen er 2 Bulgaarse roemen voor je klaar. Voor u ook, meneer. Hoe gaat die, Matt? Hoe voel je? Helemaal stijf. Matty is stijf. Ik herhaal. Matty is stijf. Wil je ook nog een motivational liedje zingen? Nee. Even je bek houden. Even bek houden, oké. En daar gaat Matty. Hij rent snel. En zijn haar in de wind. Nog één keer in je sodemieter top. Ik kan iets positiefs zeggen. Dat op dit punt ging Roel lopen, maar jij rent gewoon door. Ja, want jij loopt niet, hè? Ik kan nog niet gelopen. Nee, lopen is voor opgevers. Matt, je gaat echt rete snel. Je haalt iedereen in, man. Wat heerlijk, jongen. De laatste bocht ga je in. Matthias het Lam is bijna bij de finish. Kom op, Matt. Nog een paar meter. En dan heb je een schitterende tijd neergezet, denk ik zo. Namelijk een tijd van... Wauw, 11:41. Uitstekend. Carlos, Carlos. Wat gaan we doen vandaag? We gaan die gozer leppen. Alleen, hoe vaak is de vraag? Hij loopt veel te langzaam. En Carlos is toch sneller. Wat een moment hier. Werner Roels, onze enige overgebleven concurrent voor de overwinning, wordt hier 5 uur voor het einde op een ronde gezet door Carlos. Hij is gelet en de moed zakt hem in de figuurlijke schoenen en misschien ook wel de letterlijke schoenen. En kijk, het gaat voor een tijd van 3 minuten als ik het zo zie. Carlos, ik heb goed nieuws. Als je binnen 10 minuten loopt, dan krijg jij 3 Chinese kinderslaagjes. Carlos is mijn superheld. Hij is mijn held. Hartaanval als hij belt. Gaat goed, Carlos. Je bent rete snel. Ja, je ziet overduidelijk de frustratie en ik kan het wel enigszins begrijpen. Je zit natuurlijk al helemaal doorheen. En dan komt er komen van die gozer met een megafoon langs. En ja, als het dan zelf niet meer lukt, weet je, omdat het zelf gewoon, je zit er gewoon doorheen. Ja, dan ga je randzaken de schuld geven. Ik
Dan zijn we er bijna, Carlos. En dan ga je een tijd krijgen van Marie. Nee! Jezus! Ongelooflijk! Wat een tijd! Wat een ronde tijd van Carlos. De snelste tijd van ons team, maar ook de snelste tijd van de hele marathon. Deze voorsprong, dat kan toch niet meer misgaan. Mensen, dit is even een rondje rust pakken. Ik heb dus heel erg pijn aan, zeg maar, hier, daar. En ik denk dus dat het misschien ook een beetje ermee te maken heeft dat als je nog nooit hebt hardgelopen, maar echt, zeg maar, echt nog nooit, en je gaat dan ineens binnen 24 uur tegen de 40 kilometer aanrennen, dat dan op een gegeven moment het lichaam zegt, joh, ik weet niet wat jij doet, maar ik stop er even mee. Mocht je dus te kijken en je denkt, hey, wat leuk, kan ik het ook proberen? Kan wel. Maar doe het niet, tenzij jij houdt van met heel veel messen zo en je helemaal in je benen gejankt te worden, open gescheurd, helemaal kapot, bloed overal. Dan zou ik het aanraden, anders niet. Mochten wij dit gaan winnen, dan hoor ik allemaal mensen over zeggen, maar ja, we zijn met z'n vijven. Even serieus, we zijn niet getraind. Dit is een of andere wereldkampioen hardlopen. Als wij met z'n vijven van deze gozer winnen, is dat zo ziek. En dan gaan we echt los en dan bestel ik zoveel champagne dat ik gewoon echt nooit meer eruit kom gewoon. En kijk er ook sowieso naar uit dat het klaar is. Misschien dat nog wat meester. Milo kan niet meer, hij heeft bij elke stap pijn aan zijn aanhechtingen. Roel zei ja, ik kan eventueel wel, maar Roel moet straks ook weer. Dus ik ga Milo's rondje aflopen. Wat een held, wat een fenomeen, wat een liefhebber. Als een soort Michael Jordan die terugkomt na zijn pensioen om het de wereld nog even één keer te laten zien. Als een Niki Lauda die na 42 dagen na zijn ongeluk weer in zijn auto gaat zitten. Als de Haarlijn van Giel van Stuk TV. Als ons kanaal naar de schatzoekvideo en het tegenovergestelde van Kai van der Ree. Niet met een geweldige tijd, maar wat een verhaal, hè. Het was legendarisch, het was fenomenaal, het was groot. Oh ja, Milo geeft trouwens op. Als ik die opgeef, ik ga nu liggen en als ik over 2 uur weer present ben. Maar ik geef voor nu geef ik even op, ja. Okay. Nog een spoiler alert. Milo heeft geen stap meer gelopen in deze wedstrijd. Opgevers winnen nooit. En winnaars geven nooit op. Winnaars geven nooit op. En zo moeten we dus deze 24 uurs marathon de laatste 4,5 uur met z'n drieën gaan afronden. Maar gek genoeg blijkt de pace die wij gemiddeld met z'n drieën weten te halen genoeg te zijn om deze voorsprong tegen onze Belgische vriend vast te houden. En dat niet alleen, eigenlijk gewoon uit te bouwen. Het is inderdaad echt een slagveld aan het worden ondertussen met mensen die echt niet meer kunnen lopen. En ondanks dat onze Belgische vriend de enige lijkt te zijn die onverstoord aan het doorgaan is, is zijn tempo toch ook wel aan het instorten nu. En mag het ook, als je al bijna 24 uur aan het lopen bent. Jij bent weer een rondje gedaan. En mag ik jou feliciteren met de 100ste ronde. En daarmee 200 kilometer. Nou, het voelt als de eerste als ik je zo zie. En dan is het een kwestie van karakter. Met z'n drieën alles eruit persen wat er nog in zit. Het lichaam wil niet meer. Je hoofd wil niet meer. Maar de concurrentie, die dit allemaal in hun eentje moeten doen, lijkt ook leeg. En dus weten we onze voorsprong uit te bouwen naar eentje van ongekende luxe. Ik heb die vent weer gelapt. 4 rondes voor. Ja, we hebben dus berekening gedaan. Het komt erop neer dat als we gaan wandelen, nu alles, zelfs dan zitten we een beetje op het kantelpunt van dat we gaan winnen. 4 rondjes voorsprong, waar hij 15 minuten over doet gemiddeld. Dat is een uur voorsprong. Ja, maar jij gaat het niet meemaken, want je gaat weg. Lekker man. Thanks voor de mentale support. Ja, natuurlijk. Ik hoop zo dat we straks op 4 seconden verschil winnen. En dan heeft het allemaal aan mijn start gelegen. Mensen, we gaan hem uitrennen, 2 uur en we laten jullie weten of we gewonnen hebben. Maar het kan eigenlijk niet meer misgaan. Het kan niet meer misgaan. Dit is het zwaarste dat ik ooit in mijn leven heb gedaan. Ik doe dit nooit meer. Ja. Ik kan echt niet meer lopen, man. Maar even, laat even duidelijk zijn. We waren natuurlijk met z'n vijven. We hebben de krachten een beetje verdeeld, maar het heeft wel iets opgeleverd. Ja. Toch? Ja. Toch? Ja? Ja? Namelijk. Ja. Dan de snelste individuele sprinter. En nu is de laatste minuut, die gaat over 10 seconden in. We gaan even de laatste minuut gaan we even lopen, jongens. We gaan nog even over die finishlijn, symbolisch. We gaan gas geven voor jullie! Ik had niet verwacht dat ik na één rondje al zo groot was. Dat is geeft me geen hoop. Ik heb pijn in mijn poten. Ik heb pijn in mijn buik. Pijn in mijn lever. Oh, het is toch mentaal dan dat je er vooruit gaat dat je meer moet doen. Het is gewoon echt, je lichaam is op. Het kost zoveel kracht in die delen die pijn doen. Ik ben de fucking beste, gek! Kijk dan hoe ik loop! Hier, boom, boom, boom! Naar die fucking finish! Hier zijn de functies! Mensen, abonneer op het Bankzitterskanaal, volg Carlos op Insta en check het YouTube-kanaal van Erp, want zij hebben ook een video gemaakt. En Carlos, bedankt! Voor de liefhebbers, hier even nog wat eindstatistieken van deze 24 uurs marathon. Wat als we Koen niet hadden gehad, hè? Wat dan?